Ontspanning en rustmomenten zijn tijdens werk heel belangrijk. Neem je niet voldoende rust, dan kan het zo zijn dat je minder presteert op je werk en meer stress ervaart. En dat wil je natuurlijk niet. Daarom heb ik 3 tips hoe je het beste kunt ontspannen gedurende de werkdag. Je werkhouding is heel belangrijk. Als je lang in een verkeerde houding zit, dan bestaat de kans dat je een stijve nek krijgt, last van spierpijn of een zeurend gevoel in je schouders of rug. Daarom is het belangrijk om je boven- en onderbenen in een hoek van 90 graden te houden als je aan een bureau werkt. Als je dit voor elkaar hebt, zorg dan ook direct dat je armsteunen aan de bovenkant van je bureaublad zitten. Ontspanningsoefeningen of yoga kunnen ook helpen om een leeg en rustig hoofd te krijgen. Het voordeel van yoga is, je traint er niet alleen je lichaam mee, maar ook je geest. En met een leeg hoofd maak je ruimte voor nieuwe ideeën. Extra mooi, je hebt er bijna niets voor nodig. Alleen een matje en wat oefeningen op YouTube. Deze tip ken je waarschijnlijk wel, toch herhalen we hem nog een keertje. Ga frisse neus halen. En ja, dat is ook goed als het regent. Maak er wel meteen een ommetje van 20 minuten van. Dat bevordert je productiviteit en daarna kun je weer lekker aan de bak. Wil je nou nog meer ontspannen tijdens je werk? Ga dan naar intermediair.nl, want daar heb ik nog een aantal extra tips voor je.